In deze aflevering van Zethaven gaan we kijken hoe een haven zoals Zeebrugge omgaat met digitalisering. Wij hebben een afspraak met de CEO Joachim Koens, die hierover een heel duidelijke mening heeft. Ja, meneer Koens, waarom is digitalisering zo belangrijk voor een haven zoals Zeebrugge? Een haven is een doorvoer van lading, maar bij die lading zit er heel veel digits, informatie. Die moeten we gebruiken om die efficiëntie van die doorvoerhaven, die we altijd geweest zijn, nog te versterken. We gaan dat samen bundelen, zeker als er andere nieuwe uitdagingen op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de Brexit. Dan kun je eigenlijk al die uitdagingen voor een stukje vatten door de digitalisering van de informatie om te zetten in winst. En dan kun je zeggen, we maken ons klaar voor de Brexit, we zijn een Brexit-proof haven. Als je naar hier komt, dan zul je heel efficiënt die Brexit aankunnen en zul je heel efficiënt naar Groot-Brittannië kunnen. Ons bedrijf heeft eigenlijk twee producten. Ons eerste product is volle ladingen. Het tweede product is klanten die willen verder gaan. Supply chain integration, dat is een klant die zijn supply chain in vraag stelt en wij helpen dan om dat efficiënter op te tuigen. We zien de Brexit ondertussen als een opportuniteit. Als de vrije markt er dan toch moet bij inschieten, dan zal Zeebrugge meer dan ooit de logische plaats worden om uw vracht naar UK te brengen. We zijn ontstaan in Zeebrugge, dus voor ons is UK een natuurlijke thuismarkt. U mag schatten dat toch 80% van ons verkeer te maken heeft met UK en Ierland. Dus de eilanden samen zijn superbelangrijk voor ons. Eric Seaport zou voor ons in eerste plaats een platform moeten zijn die ons ondersteunt in samenwerking. Samenwerking tussen concurrenten. Dus vandaar zeer belangrijk dat de haven van Zeebrugge dat doet als neutrale partij. Maar ook, Zeebrugge is zeer goed geplaatst om ons met de douane te helpen om naar een frictieloze samenwerking te komen. De profielen zijn heel sterk aan het veranderen. We hebben mathematici in dienst tegenwoordig, analisten, data managers. Dat was vroeger helemaal het geval niet, maar nu een echte noodzaak. Dus die digitalisering die is al vrij ver doorgezet, maar die moet nog veel verder gaan. Want om echt samen te gaan werken, zit je met grote uitdagingen in data sharing. En dat op een neutrale manier, dat is toch uitdagend. En zo zien we de mensen die ervoor nodig zijn, dat is een heel ander type mensen. Transport Gerard is een familiaal transportbedrijf. Wij zijn actief als wegvervoerder, maar ook als logistieke speler. Qua wegvervoer hebben wij drie sectoren waar we op focussen. Dat is de chemie sector, de bouwsector en de distributie. In het kader van de Brexit moeten we natuurlijk zorgen dat de flow van goederen niet vertraagd wordt door eventuele manuele processen. We moeten vermijden dat we 30 jaar terug in de tijd keren en allemaal papieren aangiftes moeten doen. En een elektronische oplossing lijkt daar voor ons het meest geschikte. Door het ter beschikking stellen van centrale en reeds verrijkte informatie kan ook de algemene efficiëntie van de haven verbeterd worden, waardoor er ook meer afhandelingen kunnen gebeuren en er minder mensen staan te wachten. Een extra oplossing zou kunnen zijn dat het platform in functie van de bekende aankomsttijd van de vrachtwagen ook relevante vervolgopdrachten gaat aanbieden aan de vervoerder, zodanig dat ook weer lege kilometers kunnen vermeden worden. Als West-Vlaamse bedrijf zijn we uiteraard zeer tevreden dat de haven van Zeebrugge investeert in een dergelijk elektronisch platform en daar ook een voortrekkersrol in speelt. Ook na de Brexit zal dat alleen maar onze concurrentiepositie kunnen versterken. Voilà, deze Zethaven zit erop. Volgende week trekken we opnieuw naar Zeebrugge en kijken we naar de impact van technologische vernieuwing. Hartelijk bedankt om te kijken en graag tot volgende week. Wil u meer weten over digitalisering, technologische ontwikkelingen en duurzaamheid in de haven? Kom dan naar de Summit of Bruges op 17 mei. Schrijf u in op summitofbruges.be.